Een hele goede morgen. Ja, ik ga lekker even de hond uitlaten. Want de afgelopen tijd heb ik weinig kunnen bewegen. En af en toe een beetje de hond uitlaten. Ik heb nog steeds een klein beetje last van mijn knie, maar het is wel bijna over. Het heeft vannacht gesneeuwd, ongelooflijk. Het is alweer een beetje aan het smelten. Helaas. Dus ik ga eventjes jingles pakken. Jingles! De jongens zeggen van fuck jou. Kom eens! Kom je? Ik ga even naar buiten. Nou, ik moet even pakken dus. Maar dat komt wel in orde. Zo, dan lopen we dan lekker buiten. Er ligt nog wel behoorlijk wat sneeuw. Maar het is wel echt behoorlijk aan het dooien. En volgens mij is Jingles er niet heel erg blij mee. Kijk maar. Jingles. Nee, dat is niet anders. Ik moet toch even uitgelaten worden. Ja, toch? Ik moet ook zo'n behoefte even doen. Nee, waarom ik even weer naar buiten loop eigenlijk is het volgende. Want ik heb afgelopen week eigenlijk niet kunnen vloggen. Bijna niet gevlogd. Ik zou eigenlijk mijn feestje vloggen. Maar dat heeft Paul uiteindelijk gedaan. En ja, ik denk niet echt dat voor een dieet vlog goed is om te laten zien dat je uitgaat en dan gaat drinken, chips eten en weet ik veel. Dus dat is allemaal niet zo heel erg handig. Dus ja, ik heb dat maar eventjes overgeslagen deze week. Maar ik wou toch even jullie updaten, want jullie zijn natuurlijk waarschijnlijk wel een beetje benieuwd naar het verhaal over mijn jicht. Ik ben in ieder geval naar de dokter geweest natuurlijk, ik heb mijn bloed geprikt en dat wordt nog helemaal, nagekeken worden door de dokter, zeg maar. De uitslag, zeg maar. En die moet dan doorgeven aan mij wat het is. En weet ik veel, bla bla bla. En hoe het met mijn gesteldheid is, zeg maar, qua jicht en zo. Dat is niet zo lekker. Want waarschijnlijk moet ik voor de rest van mijn leven in ieder geval pillen gaan slikken. En ik zal nog een keertje uitleggen wat jicht is. Jicht is eigenlijk een soort van. Je moet zien als ontsteking in je. Je moet het zien als een ontsteking in je gewrichten. En ik zal even een fotootje even laten zien van hoe jicht eruit ziet. En zo ziet het er ook eigenlijk ongeveer bij mij uit als ik er last van heb. Het is best kut, want daardoor kan je weer niet lopen, goed lopen. En daardoor krijg je weer last van je rug. Dan krijg je last van je knieën, wat ik dus heb gehad. Als ik dat heb, zeg maar, dan kan ik gewoon nog minder. En dan krijg ik, als het dan weer over is, dan krijg ik weer wat terug. En dan, nou, zeg maar een soort van cirkel waar ik niet meer uitkom. Hoe krijg je het? Ja, nou, ten eerste, mannen kunnen het krijgen, over het algemeen gewoon. Je krijgt het meestal als je wat ouder wordt, zeg maar vanaf je 35e, dus ongeveer. Dat vind ik ook op internet terug trouwens. Waardoor krijg je het nog meer? Nou, je krijgt het door overgewicht, krijg je het. Je krijgt het door drank, je kan het door rood vlees krijgen, je kan het door. Nog wat dingetjes in ieder geval kan je krijgen. Bepaalde vruchten kan je krijgen. Best wel kut dus inderdaad. Ik zal eigenlijk ook mijn hele leven moeten aanpassen. Officieel. Om het zoveel mogelijk tegen te gaan. Nou ja, ik moet eerlijk zijn. Ik denk niet dat ik echt dat ga kunnen. Dat vind ik best wel lastig eigenlijk. Om echt alles zeg maar gewoon te bannen. Om geen jicht te kunnen krijgen. Want jicht zal ik in ieder geval voor de rest van mijn leven bij me gaan dragen. Dus ja, dat is. Kut. Er zit alleen een heel stom iets aan dit hele verhaal. Kijk, door mijn overgewicht wil ik gaan diëten natuurlijk. Dat lijkt me logisch en zo. Maar mijn dieet is aan de ene kant bevorderlijk om minder jicht te kunnen krijgen. Alleen aan de andere kant, onder het dieet kan ik vaker jicht krijgen. Omdat als je gaat diëten, dan gaat jouw gaat je veiligheid uit je lichaam. Hè? Je vetten, je teveel aan vetten. Gewoon in ieder geval wat je opgeslagen hebt in je lichaam. Wat je teveel hebt, dat gaat uit je lichaam. Nou, wat gebeurt er dan bij mij? Nou, dan komt er meer vuiligheid in mijn bloed. In je urine. En dan kan ik dus weer daarvan jicht krijgen. Dus wat ik moet doen, is van de dokter, is op een gecontroleerde manier gaan afvallen. En dat betekent dus niet te snel. Vooral niet te snel. En is iets waar ik me de komende tijd dus mee bezig ga houden. Dus om niet te snel af te vallen. En wat er heel erg helpt daarmee is in ieder geval heel veel water drinken. En gewoon normaal bewegen. Dus gewoon lekker rustig wandelen. Weet je, gewoon lekker in beweging zijn, zeg maar. Hè? Niet dus meteen fanatieke op een sportschool en weet ik veel gaan oefenen.
Dat is dan ook echt super slecht. Voor mij in ieder geval, want dan krijg ik meteen jicht en daardoor kan ik weer niet gaan sporten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ik moet gewoon gecontroleerd dat gaan doen. Dus ja, dat gaan jullie denk ik wel de komende tijd zien. We gaan er gewoon voor, ja toch? Nou, ga weer. Ik echo, die echo gaat nooit weg hier uit die badkamer. Maar ik heb hem even een broek uitgedaan natuurlijk. Ik weeg in ieder geval ook met een shirtje aan, onderbroek en sokken aan. En ja, laten we maar kijken wat de schade is. Dat na een week. Commento op vrijdag, uitgaan op zaterdag. Nou ja, elke ondergang is ondergang. Nou, staat aan. .8. Kom op. Nou, het gaat langzaam toch nog vooruit. Ik vind het niet zo recht. Oké, het is in één week. Half kilo. Zeg maar ongeveer. Ja. Oké, het is niet super, super, super. Maar het is wel dat ik denk van, hey, nou, het is toch wel wat. Ja, toch? En vooral na een week als je gewoon lekker goed met hebt inderdaad. En lekker gebarbecued hebt. Tenminste, lekker goed met heb en je hebt lekker uit geweest. En flink wat gegeten, hapjes natuurlijk. Dus, nou, ik vind het niet zo slecht. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar deze vlog te kijken. Natuurlijk, vergeet niet een blauw duimpje te geven om natuurlijk mij te steunen. En in de strijd tegen de kilo's, zou ik het zo zeggen. Ik hoop dat ik in ieder geval lekker van de week lekker buiten kan lopen. Lekker wat dingen kan laten zien buiten in de omgeving van Lemmer. Dat is misschien wel leuk om te zien. Dan neem ik een hondje mee. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer en bye bye, later.